Het dreigingsniveau in Brussel blijft de hele week onverminderd hoog. Ook morgen blijft Brussel op slot. Pas later in de week gaan bijvoorbeeld scholen weer open. Wat hebben die maatregelen tot nu toe opgeleverd? Verder in het nieuws vandaag. De roep om het sluiten van kolencentrales wordt steeds luider. En de wapendiscussie in Amerika gaat nu ook over kinderen. Goedenavond. In Brussel zijn vandaag opnieuw huiszoekingen gedaan en terreurverdachten opgepakt. Ook in Luik waren er politieacties. Sinds gisteravond zijn in totaal 21 mensen gearresteerd. Een van hen wordt ervan verdacht dat hij betrokken is geweest bij de aanslagen in Parijs. Maar degene die ze echt willen hebben, de laatste voortvluchtige verdachte van die aanslagen, zit er niet bij. En dus blijft in Brussel het hoogste dreigingsniveau van kracht, zei zojuist de Belgische premier Michel. Alles is gedaan met onze veiligheidsdiensten om zo snel mogelijk naar een normale leven te gaan. Ik wil ook jullie de informatie geven dat deze maatregelen zullen gelden in ieder geval tot volgende maandag. En dus blijft het openbare leven voorlopig op een laag pitje, zoals vandaag op de Grote Markt. In de binnenstad werden belangrijke plekken zwaar bewaakt en de scholen bleven dicht. Tja, niet iedereen had dat nieuws vanochtend vroeg al gehoord. Non, je savais pas et on est venu à l'école. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je crois qu'on va rentrer à la maison et c'est tout. De zoekacties begonnen gisteravond laat in verschillende delen van Brussel. De meeste huiszoekingen vonden plaats in de wijk Molenbeek, waar vorige week ook al verdachten werden gearresteerd. Nu werden honderden agenten ingezet, tientallen huizen doorzocht. De politie vroeg iedereen om stilzwijgen op sociale media om de acties niet in gevaar te brengen. Het resultaat was minder spectaculair. Jusqu'à présent, ni arme ni explosif n'ont été découverts. Le nommé Salah Abdeslam n'a pas été intercepté lors des perquisitions. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, dagenlang op Brussel op slot. Het gaat nog veel langer duren dus. Als je dat laatste hoort, dan denk je, het heeft niet veel opgeleverd tot nu toe. Het heeft in ieder geval veiligheid opgeleverd op straat. Er zijn geen mensenmassa's bijeen geweest. En dat was toch ook een heel belangrijk doel van al deze maatregelen. Maar ja, het politieonderzoek, dat heeft nog niet zoveel opgeleverd. Van die 16 mensen die gisteravond zijn opgepakt, zijn er alweer 15 vrijgelaten. Er zijn geen wapens gevonden, er is geen munitie gevonden. En de hoofdverdachten, die hebben ze nog steeds niet. Dus dat politieonderzoek, dat loopt inderdaad moeizaam. Ja, en heel ingrijpend natuurlijk voor het openbare leven. Zijn de Belgen dat na een paar dagen niet zat? Je hoort niet veel kritiek. Veel Belgen die begrijpen toch wel de ernst van de situatie. Brusselaars die kunnen wat opgelucht zijn omdat vanaf woensdag de scholen weer open gaan onder zware bewaking en er ook wat metrostations weer zullen openen. Dus dat is een kleine verbetering voor de Brusselaars. En tegelijkertijd, je hoorde het Michel al zeggen, nog een week tot volgende week maandag geldt de hoogste alarmfase hier in Brussel. En dat betekent dat grote evenementen waarschijnlijk niet doorgaan. Bijvoorbeeld zoals de kerstmarkt hier of grote concerten die hier allemaal gepland staan. Kortom, de komende week nog een hoge alarmfase in Brussel, veel militairen op straat en zal het hier toch rustiger blijven. Zoals collega Wessel de Jong vandaag ook hier al in Brussel zag. Veel legervoertuigen in het straatbeeld. Maar Brussel laat zich niet lam leggen. Metro of geen metro, velen gaan gewoon aan de slag. Lange files dus vanochtend. En wie geen auto heeft, moet een stukje extra lopen. Oui, je vais à pied. Pas de choix? Non, pas de choix. Parce qu'il y a des réunions et tout, donc je voulais quand même venir au travail, ouais. Pas de peur? J'avais quand même un tout petit peu peur, mais en fait tout fonctionne normalement, sauf le métro, donc ça va. Mede om de angst weg te nemen, is de veiligheid maximaal op het Centraal Station. Er zijn veel soldaten en politiemannen, allemaal zwaar bewapend. En toch is er veel onzekerheid. On ne sait pas trop pourquoi, comment, ce qui se passe, donc voilà. Het publiek heeft dan ook veel vragen.
Hoe bedoelt u, mevrouw? Daarom heeft de regering een noodnummer geopend, dat door 4 callcentra wordt beantwoord. Nu, dat zijn natuurlijk dingen waar we geen uitsluitsel kunnen over geven of dat gaat gebeuren, ja of nee. Daar hebben we ook geen zicht op, hè? De telefonisten weten natuurlijk ook niet of er nog een aanslag komt en hoe lang dit dreigingsniveau van kracht blijft. Ik denk niet meer zo lang, want dit kun je niet volhouden, denk ik. Zo nog een hele week of zo, dat zou niet lukken, denk ik. Alleen de bibliotheek is open van de Vrije Universiteit Brussel. College wordt er niet gegeven. Actually, I thought it's Sunday. Een Egyptische wetenschapper is onaangenaam verrast door de sluiting van de universiteit. I think like we are sending the wrong message by doing this. If the terrorists, I will call them terrorists, are trying to spread fear, now like we are telling them you are succeeding in your mission. Ja, en Joris, inmiddels is degene die ze echt willen hebben nog steeds voortvluchtig. In welke richting zoeken ze? Ze denken dat hij nog steeds in België is. Hij is gisteren ontsnapt aan de politie. Hij zou zijn gezien in Luik op weg naar Duitsland in een snelle auto. Maar dat verhaal blijkt niet te kloppen. De minister van Binnenlandse Zaken die heeft hier vandaag gezegd dat die verdachte nog in België is. En dat de klopjacht daardoor uiteraard nog steeds doorgaat. En hoe gevaarlijk is deze man? Zeer gevaarlijk, zeggen de inlichtingendiensten. Waarschijnlijk is hij zwaar bewapend nog steeds. Hij heeft contact gehad met vrienden van hem in Syrië. En tegen die vrienden heeft hij gezegd, ik wil mijn werk afmaken. Kortom, ik wil een aanslag plegen, waarschijnlijk nog in Brussel. Nou, dat was voor de inlichtingendiensten natuurlijk reden om alarm te slaan. En dat is ook waarom je al die strenge maatregelen hier in Brussel hebt gezien en de komende week nog steeds zult zien. Ja. Joris, dankjewel. Ja, niet alleen in Brussel, ook in de rest van België geldt een verhoogde staat van paraatheid en voert de politie extra controles uit. Vooral in de Belgische grensgemeenten, zoals bijvoorbeeld Maasmechelen, voelt dat toch een beetje gek, want net over de grens in Nederland lijkt er helemaal niks te gebeuren. Het is niet dat hij de Nederlanders de les wil lezen. Maar het is wel gek, vindt de burgemeester van Maasmechelen. Hier is het dreigingsniveau verhoogd en is er meer toezicht. Maar enkele kilometers verderop in Nederland is dat blijkbaar niet nodig. Ik denk dat voor een terrorist het moeilijk onderscheid maken is tussen Maastricht, Maasmechelen, Maasbracht of eender welke Maasgemeente hier. En het was gewoon een oprechte bezorgdheid ook naar mijn Nederlandse collega's en naar de buren van over de andere kant van de Maas om daar gewoon ook alert bij te blijven. Ondanks de verhoogde paraatheid buiten Brussel zijn hier geen concrete aanwijzingen voor een aanslag. Nee, dat geldt denk ik op dit ogenblik nergens en eigenlijk ook weer overal zou je kunnen zeggen. Want natuurlijk, ze kunnen overal toeslaan, maar het is vooral heel concreet en vandaar ook terreurniveau 4 in het Brusselse, waar ik ook vanmorgen nog ben geweest. Maar in de rest van Vlaanderen is er dat niet en is het terreurniveau 3 waakzaamheid geboden dus. Vlak over de grens is het dreigingsniveau niet omhoog gegaan. Toch is de politie ook hier alerter en waakzamer dan anders, zegt de burgemeester van Sittard. Misschien niet altijd even zichtbaar, maar dat is nu ook niet noodzakelijk. We moeten elkaar niet gek gaan maken, want dan wordt het leven toch echt heel triest, om het zo maar te zeggen. En ik vind dat we ook wat dat betreft alert moeten zijn als niet moeten uit de kisten door een paar mensen die in Parijs of in Brussel actief zijn geweest. Ja, dan is er ook de strijd tegen IS in Syrië. Als het aan de Britse premier Cameron ligt, gaat Groot-Brittannië meedoen met het bombarderen van IS-doelen daar. Zei hij tijdens een overleg met president Hollande in Parijs. De Britten doen al mee in Irak. Maar of het Britse parlement ook toestemming geeft voor bombardementen in Syrië, dat is nog de vraag. Vanochtend betuigt Cameron zijn medeleven met de slachtoffers van de aanslagen. Samen met president Hollande bezoekt hij de herdenkingsplek bij Le Bataclan. In de concertzaal vielen anderhalve week geleden de meeste doden. In het Élysée-paleis spreken de twee af hun samenwerking tegen de IS-terreur te zullen intensiveren. Cameron wil nu dus ook in Syrië helpen bij de bombardementen. The United Kingdom will do all in our power to support our friend and ally France to defeat this evil death cult. Cameron heeft Frankrijk ook het gebruik van de Britse luchtmachtbasis op Cyprus aangeboden en extra tankvliegtuigen. Hij zal het nieuwe Britse anti-IS-beleidsplan donderdag in het Britse parlement presenteren. En in een voorstad van Parijs is een bomgordel gevonden door een straatveger in een berg afval. Explosief zou vergelijkbaar zijn met de bomgordels die de daders van de aanslagen in Parijs 10 dagen geleden hebben gedragen.
Kolencentrales die zijn slecht voor het milieu. En dus zeggen ze bij de Partij van de Arbeid dat ze dicht moeten. Alle kolencentrales in Nederland binnen nu en 10 jaar. Niet alleen de oude centrales uit de jaren 80, maar ook de nieuwe. De VVD vindt dat riskant en veel te duur. Maar de PvdA gaat proberen het plan erdoor te krijgen, desnoods met hulp van de oppositie. De Amercentrale in Geertruidenberg. Het is een van de 5 kolencentrales die het kabinet wil sluiten. Maar we hebben er nog 6. 3 daarvan zijn splinternieuw. Zoals deze hier. Het is de Eoncentrale op de Maasvlakte. Die staat er pas 1 jaar. Volgens de PvdA moeten ze allemaal dicht. We roepen ook alle andere Europese landen op om op de top in Parijs volgende week hetzelfde standpunt in te nemen. De kolencentrales in Europa moeten dicht, moeten minder CO2 uitstoten, zodat we ons klimaat niet verpesten voor de generaties na ons. De PvdA staat niet alleen met deze wens. Vandaag plaatsten 64 hoogleraren een oproep in Trouw. Ze schrijven dat Nederland weinig doet tegen luchtvervuiling vergeleken met andere Europese landen. En ze schrijven ook dat het kan. Alle kolencentrales sluiten zonder in de problemen te komen. Maar regeringspartner VVD is niet onder de indruk. Het sluiten van de kolencentrales is volgens mijn berekening 800 miljoen per jaar. Dat is een stevige kostenpost. En als we op die manier omgaan met belastinggeld, waarbij we ook nog eens af moeten vragen wat de leveringszekerheid van stroom is, dat we niet gegarandeerd zijn van altijd stroom thuis, dan is de vraag of dat dan de goede oplossing is. De VVD vindt het dus te duur en is bang dat Nederland niet zonder kolenstroom kan. Zeker niet nu we ook de gaskraan dichtdraaien. Ik heb nog 2 weken geleden met de Noorden gesproken en daar is meer dan voldoende gas om ons de komende jaren tot 2035 te voorzien van elektriciteit en warmte. De Nooren. De PvdA wil dus gas gaan kopen in Noorwegen en in de tussentijd werken aan echt duurzame energie. In de Tweede Kamer is er deze week wellicht een krappe meerderheid voor het sluiten van alle kolencentrales. Maar ook als dat gebeurt, dan blijft het waarschijnlijk een wens voor na deze regeerperiode. Want in de coalitie van VVD en PvdA zorgt energie altijd direct voor grote oneenigheid. En ook minister Kamp ziet er niks in om alle kolencentrales te sluiten. Dat noemt hij kapitaalvernietiging. 2 KNO-specialisten van het Universitair Medisch Centrum Utrecht zijn met verlof gestuurd. Een van hen is het hoofd van de afdeling. De artsen zouden betrokken zijn bij 2 dodelijke incidenten die niet zijn doorgegeven aan de inspectie. De zaak kwam aan het licht door een uitzending van Zembla. Ex-specialisten van de KNO-afdeling vertelden dat er medische fouten zijn verdoezeld. Op de afdeling zou ook een angstcultuur heersen. Het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt blijft onverminderd groot. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn de afgelopen week 1700 asielzoekers naar Nederland gekomen. Net zoveel als in de week daarvoor. Volgens het ministerie daalt normaal gesproken het aantal asielzoekers aan het einde van het jaar. Dat is dit jaar dus niet het geval. In Hamburg is de staatsbegrafenis gehouden voor de vroegere West-Duitse bondskanselier Helmut Schmidt. 1800 mensen waren bij de herdenkingsdienst. Met veel prominenten zoals bondskanselier Merkel, EU-president Juncker en de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Kissinger en oud-premier Wim Kok. Helmut Schmidt overleed 2 weken geleden op 96-jarige leeftijd. Files hebben de transportsector vorig jaar tussen de 650 en 850 miljoen euro gekost. Dat zeggen verlatersorganisaties en TNO. In de top 20 staan vooral veel snelwegen in Zuid-Holland en Gelderland. Bovenaan de lijst staat de A58 Breda-Eindhoven. Een van de laatste noordelijke witte neushoorns is dood. 41-jarige Nola zat in een dierentuin in San Diego in Californië waar ze een infectie opliep. De dierentuin besloot haar in te laten slapen. Er zijn nu nog maar 3 noordelijke witte neushoorns over. Die leven allemaal in gevangenschap in dierentuinen. In het wild is die noordelijke witte neushoorn al een tijdje uitgestorven. Please put the guns down. Please take too many young lives. Young lives. Ja, de moeder is dat van een jongetje van 9. Onlangs in Chicago werd hij doodgeschoten. Het nieuws kreeg weinig aandacht, maar het staat voor een groot probleem in Amerika dat veel te weinig aandacht krijgt. Want als je over vuurwapengeweld hoort, dan denk je snel aan massa-schietpartijen op scholen. In 2015 kwamen tot nu toe 375 mensen om het leven bij schietpartijen op scholen. Vreselijk natuurlijk, maar het is niks vergeleken bij al die andere mensen die in Amerika worden doodgeschoten. Meer dan 11.000 dit jaar. Tijdens een beroving op straat, thuis per ongeluk, als een kind speelt met een pistool dat ergens rondslingert. One hand,
Finger off trigger. Thumbs on the side, two hands, just like this. Hier ziet u een van Amerika's fundamentele principes in werking. Het grondwettelijke recht om een wapen te kunnen dragen. The bad guys and the good guys. En in een maatschappij met net zoveel vuurwapens als burgers, 300 miljoen, vinden veel ouders het verstandig dat ook hun kinderen leren omgaan met een pistool. Know what to do if you find a gun that's not yours and if I'm not around. Because that's all, though accidents you always hear, kids find a gun and just pick it up and think it's a toy and then accidentally shoot themselves or somebody else. Isn't it scary? Kinda. Would you ever want to own a gun? Yes. Why? So I can protect myself. Is it necessary? Are there many people with guns around you? No, just never know. You never know if somebody has a gun or not. Two hands. Finger in. Fire five rounds, nice and slow. Dat is absoluut een Amerikaans cultuurding natuurlijk. Hè? Kinderen die opgroeien met zo'n wapen praktisch in de hand. Maar er zijn zeker ook plekken in Amerika waar men hier helemaal niets van moet hebben. Een paar kilometer verderop in de binnenstad van Chicago. Ook wel Chirac genoemd, doordat er meer Amerikanen worden doodgeschoten dan tijdens de oorlog in Irak. Drugs en bendes regeren de straat en kinderen kunnen alleen onder begeleiding naar buiten en naar school. When we're out at recess and we hear a gunshot, they'll get all the kids and we all have to go inside the school and the class. Lock the door, but continue working. But they'll close the sheds and we have to all move from the windows. I was scared because it was like a lot of people running, falling, and getting trampled over. What do you think about guns, that people have those things? A gun don't make you powerful. It don't make you have magic powers. It's just you ended someone else's life. Good job. Very good job. Why not just get rid of the guns altogether and we don't have that problem at all? No, because then the only people that would have the guns would be the bad guys then. Yeah, they wouldn't be all that necessary. Because you wouldn't be able to like protect yourself. Een verhuurmakelaar die van twee walletjes eet. Een rekening stuurt naar de verhuurder, maar ook naar de nieuwe huurder. Allemaal onder de noemer bemiddelingskosten. Dat mag niet van de rechter. Huurders die het wel hebben betaald, bemiddelingskosten, kunnen hun geld terugeisen. En makelaars die het weigeren, kunnen vanaf vandaag de deurwaarde verwachten. Een prima woningje voor het jonge stel. Naast de gebruikelijke borg stuurde de verhuurmakelaar een rekening voor bemiddelingskosten. Dat was ongeveer €950. Dat is een flinke slok voor een student. Dat is zeker veel geld, ja. Hartings zag op de televisie dat de verhuurmakelaar helemaal geen bemiddelingskosten in rekening mag brengen. Hij stuurde een brief en kreeg reactie. We zullen derhalve geen gevolg geven aan uw verzoek tot terugbetaling. De student sloot zich aan bij een proef van de Woonbond, een belangenorganisatie voor huurders. Een proef met stevige juridische middelen. Met effect. De makelaar wilde direct schikken, maar voor slechts de helft van het bedrag. Ik heb via de deurwaarder vervolgens laten weten dat ik daar niet mee akkoord ging. En Hartings kreeg uiteindelijk het hele bedrag terug. Nee, maar u heeft vast misschien wel een afschrift. Van bij de Woonbond is vanaf vandaag de inzet van deurwaarders de proeffase voorbij. De telefoon staat roodgloeiend. De gerechtsdeurwaarder stuurt naar de bemiddelaar. Maar het is niet altijd even makkelijk om de bemiddelingskosten terug te krijgen. Sommige bemiddelaars proberen te ontlopen door zichzelf failliet te verklaren of uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Maar we weten ze toch vaak te vinden. Dus dan zullen ze toch terug moeten betalen. Er zijn ook bemiddelaars die te ontkennen dat ze terug moeten betalen. Nou, daarvoor hebben we een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld en die zal het gewoon terugvorderen. Ja. En mochten ze dan nog niet betalen, dan gaan we naar de rechtbank. Volgens een ruwe schatting hebben ruim 100.000 huurders recht op teruggave van de bemiddelingskosten. Hartings en zijn vriendin hebben ze al binnen. Het scheelt ons bijna €1000 en zijn we wel even voor lekker wezen uit eten. 3 jaar zat Egypte zonder parlement, maar vandaag konden de Egyptenaren naar de stembus. Verkiezingen in een land waar net een grote terreuraanslag is geweest, IS, dat een Russisch vliegtuig liet neerstorten. De roep om een parlement dat het de president niet al te lastig gaat maken is groot. Bij de mensen die gaan stemmen tenminste. Want wat vooral opvalt is dat de meeste mensen dat niet meer doen. Lange rijen zijn er niet meer. Deze vrouw kon meteen doorlopen. Al 4,5 jaar is het onrustig in Egypte.
En nu dus die grote aanslag in de Sinaï. De kandidaten vechten om de aandacht op straat. Het zijn mensen met geld. En daar zitten ook mensen bij die destijds in het parlement zaten voor de partij van Mubarak. De moslimbroederschap, die de vorige verkiezingen won, doet niet mee. In deze wijk werd veel op de moslimbroederschap gestemd. Hier hangen minder posters, want de mannen die ze er hier graag op zouden zien, zitten allemaal in de gevangenis. En dus is er weinig te kiezen en blijft men massaal thuis. De meeste mensen is het al ongeveer de tiende keer dat ze zijn gaan stemmen in 4 jaar. Toch zitten deze stembussen hier nog wel redelijk vol. Maar dit is dan ook een district waar de lijsttrekker woont van wat waarschijnlijk de grootste partij gaat worden. En zij zeggen heel duidelijk, Sisi, dat is degene die ervoor kan zorgen dat het land weer stabiel wordt en dat economisch dus weer beter gaat. We have to put security in our priority in number one, priority, first priority. And we have to really make Egypt stable, security-wise. Veiligheid, begrijpelijk het buzzword van 2015. Dat van 2011, vrijheid, daar hoor je in het stemlokaal niemand meer over. Een paar districten moeten opnieuw gestemd worden. De definitieve uitslag wordt erom pas over een maand verwacht. En dan Sepp Blatter. Begin dit jaar nog de zonnekoning van het internationale voetbal. Nu is hij in afwachting van een definitieve schorsing als bestuurder van voetbalbond FIFA. Gisteravond gaf hij voor het eerst sinds het FIFA-corruptieschandaal een uitgebreid interview aan de Zwitserse TV. En waar hij voorheen alle kritiek over zijn bewind vriendelijk weglachte, was hij gisteravond opvallend openhartig. In een interview met een Zwitserse tv-zender vertelde Blatter hoe hij in het ziekenhuis belandde na een zenuwinzinking. De conscience pendant les 48 heures où j'étais vraiment entre les anges qui chantaient et le diable qui mettait du feu. Blatter en zijn collega, vicevoorzitter Platini, zijn voorlopig geschorst door de ethische commissie van de FIFA, omdat ze worden verdacht van corruptie. De commissie is een formele procedure begonnen en wil nog dit jaar een definitief oordeel vellen over hun lot. Terugkijkend op zijn carrière zegt Blatter dat hij te lang is doorgegaan. Après cette formidable Coupe du Monde au Brésil, j'aurais dû arrêter. Et je le regrette dans ce sens-là, à ce moment-là. J'aurais dû avoir le courage de dire maintenant, Blatter, tu arrives à un âge maintenant, tu as fait quelque chose de bien, plus que ça, tu ne peux pas, arrête-toi. Je ne l'ai pas fait. Voilà. C'est tout. Ja, Sepp Blatter. Zijn we toe aan het weer? Het ziet eruit als een plaatje, Gerrit. En veelbelovend ook ziet het eruit. Ja, dat was ook het gevolg, want vandaag was het een mooie dag. Zeer fotogeniek, mag ik wel zeggen. Deze foto om te beginnen, bij zonsopkomst een beetje. Wit bevroren weilanden. Het was ook koud vannacht. Op sommige plaatsen heeft het 4 graden gevroren. En ook daarna kregen we prachtige wolkenformaties. Dit was overigens in Wernhout. En dit is dan het noorden van het land, uit Diever. Prachtige wolkenformaties en ook nog een paar buien in het noorden van het land. Dus al met al een prachtige dag om buiten door te brengen. Maar dat duurt niet zo lang meer, want het gaat snel veranderen. Vanuit het westen komt een front dichterbij. Vanuit het noordwesten eigenlijk. Hier zien we hem al aankomen. Die hoge bewolking was heel duidelijk zichtbaar. Binnen konden we goed binnen zien komen vandaag. En ja, morgen dan komt dat front over, zal neerslag produceren. Maar omdat we vanuit een koude uitgangssituatie komen, zal er ook nog wel wat natte sneeuw kunnen vallen. Nou, hier zien we dat dan aankomen. Het begint eigenlijk al in de tweede helft van de nacht. Dus rond de ochtendspits zou dat lokaal wel eens een beetje gladheid kunnen opleveren. Maar goed, die bewolking en ook de zachtere lucht zal later toch voor hogere temperaturen zorgen. Nou, laten we eens even kijken hoe dat er van dichtbij uitziet. Dan moeten we wel eventjes kijken waar Nederland zit. Ja, daar zit het. En op dit moment zit er ook een enkele bui in het noorden van het land. Is aan het wegtrekken en dan zien we hier al de eerste neerslag aankomen van het naderende front. Nou, dat zal in de tweede helft van de nacht
al een beetje neerslag kunnen opleveren in het noordwesten van het land. Tot die tijd opklaringen. Het wordt ook koud in het binnenland rond het vriespunt. Min 1 in Limburg. En dan morgen, ja, dan gaat de neerslag zich verder uitbreiden. Aan de voorkant natte sneeuw. Beetje droge sneeuw lokaal. En daarna gaat het over in regen. En verder is het morgen guur, want er staat veel wind. Aan zee windkracht 7 kan zelfs even een stormachtige wind bij Texel komen te staan. Dus al met al geen fijn weer morgen. Daarna dan hebben we nog een wisselvallige dag, woensdag. Maar daarna dan wordt het toch een beetje rustiger. Een paar droge dagen, maar in het weekend dan neemt de kans op regen weer toe. Temperaturen gaan wat omhoog en geen vorst meer in de nacht. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Het hoogste dreigingsniveau in Brussel blijft voorlopig van kracht. En dus zit de Belgische hoofdstad ook de komende dagen op slot. Ja, complete mediastilte, niks melden over de antiterreuractie op sociale media. Dat was het verzoek van de Brusselse politie gisteravond. Omdat terroristen geholpen kunnen worden door Twitter, wilde de politie dat er niks naar buiten kwam. Veel mensen hielden zich eraan, maar stil bleven ze niet. Ze stuurden massaal kattenfoto's de wereld in. Een beetje humor vonden ze, kon geen kwaad. En ook de politie zag de humor ervan in. En bedankte iedereen in poezestijl voor de katten die ons gisteren hielpen. Meer nieuws in Nieuwsuur, ook over Brussel natuurlijk. 10 uur, NPO 2. Goedenavond.